Hier wordt de laatste hand gelegd aan Nieuwbouwwijk De Leidse Rijn in Utrecht. Maar dit achter mij heeft meer iets weg van een Romeins fort. En dat klopt, want het is een nagebouwd Romeins fort bovenop de fundering van een echt Romeins fort. Dit is Castellum Hoge Woerd in Utrecht. En ik neem je vandaag mee. Ik ben Otis, cultuurvlogger bij Shot of Culture. Op 16, 17 en 18 juni zijn in Nederland de Nationale Archeologiedagen. Wat betekent dat je op meer dan 100 locaties in heel Nederland archeologische activiteiten kan doen. Denk dan aan lezingen, tentoonstellingen, maar ook het bezoeken van opgravingen. En ik ben vandaag als voorproefje van de Nationale Archeologiedagen in Utrecht bij Castellum Hoge Woerd. En dit is een fort dat is ontdekt eigenlijk aan de rand van Utrecht, wat heel goed bewaard is gebleven en waar ze nu eigenlijk een nieuw fort hebben gebouwd. En ik heb vandaag afgesproken met Erik Graafstal, een gemeentelijk archeoloog. Ja, wij gaan vandaag een rondje lopen over de wal. Ja, zeker weten. Leuk. Nou, laten we gaan. Ja, kom op. Ja, Erik, Castellum. Het ziet er niet echt uit als een Romeins kasteel. Nou, kom maar hierheen. Hier zie je het pas. Hè. Het is een herbouw op ware schaal van een Romeins castellum, een fort. Daar hebben er ongeveer 20 van in Nederland gelegen, langs de Limes, de Romeinse grens. Maar meer dan dat is het ook een museum. Daar ligt het Romeinse schip. In hetzelfde paviljoen heb je een theater. Daar zie je het buitenterras van het restaurant. Ja. En in die hoek van het castellum heb je de stallen van de stadsboerderij met achter de muren tuinen voor de wijk en voor de scholen. Dus het is heel complex. Wow. Natuur, cultuur, erfgoed, ja, komt hier allemaal samen. En je zei de Limes. Dat is de grens van het Romeinse Rijk? Ja, het is een Latijns woord voor grens. Dat betekent het gewoon, grenspad eigenlijk. In Nederland is dat een reeks forten op de zuidoever van de Rijn. Dus 20 forten, wachttorens daartussen en dat alles verbonden door een weg. Dat was eigenlijk de militaire infrastructuur van de grens in Nederland. Ja, en die liep volgens mij van Nijmegen ongeveer tot... Tot aan Katwijk. Ja, en er komen dus van alles samen hier. Ja, dus het is een viering eigenlijk van de archeologische vondsten, maar ook een verzamelpunt voor de buurt. Nou, het is begonnen het idee. Kijk, we wilden natuurlijk altijd een bezoekerscentrum, stoffig woord, voor de archeologie van Leidse Rijn. Want we wisten wel van, nou, dit project gaat wel even duren. Dat heeft dus 25 jaar geduurd. Hè? Ja. Vanaf het begin was er voor Leidse Rijn gepland een wijktheater. Ja. En de stadsboerderij. En wij hadden zoiets van, joh, als je die nou met elkaar combineert en de archeologie erbij, dan krijg je zo een rijk geladen plek. Nou ja, dat is Castellum geworden. Ja, cool. En dit fort is dus echt gebouwd op de fundering eigenlijk van het fort? Ja, er zit een bufferlaag tussen. Ja. En we hebben een hele strenge norm meegekregen van de Rijksdienst. We mochten 1% zetting. He, dus samen drukking op de archeologische ondergrond teweeg brengen. Nou ja, die binnenruimte van het fort, er staat nu een podium. He, in de zomer is hier gewoon een buitenpodium. Maar die binnenruimte die was helemaal volgebouwd. Dus geen grasvlakte met tenten. Nee, nee. Helemaal volgebouwd met barakken. He, dus 60 meter lange gebouwen waarin telkens één centurie lag. Dus 80 man. Stapelbedden. Daarachter het hoofdkwartier, dat lag altijd aan de achterzijde centraal. Ja. Een groot stenen gebouw met de kampkast, de archieven. Daar was het vaandelheiligdom, dat was daar. Maar de wegen bijvoorbeeld, die liggen dus ook weer exact op de plek waar in de Romeinse tijd de wegen lagen. Ja, op zich geeft het fort buiten al een aardig goed beeld van hoe het leven er hier naartoe ging toen de Romeinen hier waren. Maar wil je nou... ja, nog meer tot leven zien komen, dan hebben ze hier ook deze 360 graden film, waar je middenin kan gaan staan. En hier laten ze een nog groter deel van die geschiedenis zien. Dus echt vanaf jagers en verzamelaars tot de nieuwbouw van de Leidse Rijn. Dat is ook zeker even checken waard. Ja, Erik, we zijn nu in de houtkamer. Ja, de jongste aanwinst. De jongste aanwinst van het castellum? Zeker, ja. Oké. Okay. Ja, want ik vroeg me net al af, je vindt natuurlijk een fort en je benoemde al die graven. Want zo'n fort betekent natuurlijk dat er meer te vinden is. Dus ik neem aan dat er daarna doorgezocht is. Nou, het gekke is, in het castellum is eigenlijk maar heel weinig gegraven. Daar heeft een woonhuis gestaan, dat is nu verwijderd. Dat is in 1982 gebouwd. Daar is een opgraving aan vooraf gegaan. Verder onder het paviljoen in 1973. Maar laat het 5% zijn van het fort dat opgegraven is. Aha. Dus het meeste zit gewoon onder de grond. Vandaar die werelderfgoedstatus. En dan moet je je daar concreet bij voorstellen. Eigenlijk een manshoog pakket met 5-6 fasen van het Romeinse fort. He, dat is steeds herbouwd met het afval en houtresten. Nou, die houtresten die bevatten enorm veel informatie. Dat is trouwens ook de reden geweest
een van de redenen waarom UNESCO zei, ja, dit is echt werelderfgoedwaardig door die houtcomponent. Dat ligt aan de Nederlandse bodem, hè, natte rivierdelta, klei, dus houtresten zijn bij ons gesield, afgesloten van zuurstof en daardoor blijft het goed. Ik bedoel, en dan krijg je dit soort wereldwonderen, letterlijk, hè, een compleet bewaarde Romeinse geschutspijl. Nou, dat is de enige ter wereld. Staat hier gewoon een compleet meubelstuk uit de Romeinse tijd. Het is de grote timmermanskist uit het Romeinse schip. Nou ja, waar heb je dit? Een stuk van het wegbeschot, de beschoeiing van de Limesweg van Hadrianus, zeggen we, uit het jaar 124-25 na Christus. Dit was in de grond geheid. Het Romeinse maaiveld was daar. Ja. En die planken, dat waren er eigenlijk oorspronkelijk drie op elkaar, die hielden de weg bij elkaar. Aha. Dat was dus een dijkje eigenlijk. We lopen hier nu over het terras. Ook heel gezellig. Maar we gaan de grootste vondst hier tegemoet. Als ik hier boven sta en over het schip uitkijk, dan vind ik het ook elke keer weer wat een end. Ja. Maar hier is hij dan, de Meer in Één. Ja, behalve dat het in één stuk uit de grond is gekomen en geconserveerd en ook weer het gebouw ingeschoven, ja, is dit uniek door vooral de inventaris, dus de spullen die aan boord gevonden zijn. Ja. Dat is de meeste Romeinse scheepswrakken die we kennen, die zijn gewoon met opzet tot zinken gebracht. Aha. En dan haal je natuurlijk eerst alles eraf wat je kan hergebruiken. Ja. Dit schip is door een calamiteit vergaan. En zijn dat dan die spullen die we hierboven zien? In de vitrines, de hangende vitrines, hangen alle spullen die in de kajuit zijn gevonden. Nou, dit is natuurlijk helemaal bijzonder en tegelijk ook heel herkenbaar. Hè? Veel oudere bezoekers die reageren met, joh, dat had mijn vader, had dat in de schuur hangen nog. Maar het is een set houtbewerkingsgereedschappen uit de Romeinse tijd. Het lijkt alsof een timmerploeg hiermee gefaciliteerd werd om klussen uit te voeren op de wal. Dan krijg je dus met die gereedschappen en een paar zakken cement, zullen we maar even zeggen, ja, krijg je het beeld van een aannemersbusje dat klaar is om klussen te gaan doen. Dus wie weet. We laten dat overigens open, hè? Open scenario. Ik bedoel, jij bent even bevoegd als ik om dit te interpreteren. Ja. Dat is het mooie van de archeologie natuurlijk. Ja, supervet. Al die verschillende objecten die bewaard zijn gebleven. Ja, die hebben jullie dus altijd al, maar voor de Nationale Archeologiedagen krijgen jullie nog meer objecten in huis. Ja, er komt daar op het platform daar aan de overkant komt een tijdelijke tentoonstelling. Ja. En die gaat over amateurvondsten met een bijzonder verhaal erbij. Ja. Eentje heb ik hier bij me trouwens. Oh, gewoon daar? Ja, daar werden we door verrast. Een aantal weken geleden kwam een metaaldetectorzoeker. Die kwam achterloos binnen met een vraag van, joh, is dit bijzonder? Man, ik kon mijn ogen niet geloven. Het is een vijfde eeuwse gesp. Gesp, ja. Van een brede riem. En dan moet je echt denken aan zo'n brede riem. Ja. Die verder beslagen was met allemaal versierde plaatjes. En dat noemen wij een laat-Romeinse gordelgarnituur. Okay. Dan weet je meteen, aha, dan zit je bij laat-Romeinse soldaten. En daar is dit een typisch uitrustingstuk van. Nou, gaaf. En die kun je gewoon in een ziplock in je borstzak meenemen. Nou, voor deze hele speciale gelegenheid. Okay. Nou, bedankt. Ja, en er zijn meer dingen hier te doen met de Nationale Archeologiedag, toch? Ik zie daar de ingang van het theater bijvoorbeeld. Ja, daarachter gaat het gebeuren. De grote archeologieshow. Dat gaan we dit jaar voor de tweede keer doen. Eigenlijk een bonte cascade van korte flitspresentaties. Liefst een beetje theatraal met archeologische objecten op het podium. Ja. Filmpjes. Dus heel dynamisch. Ja, dus dat is een van de vele dingen die je hier kan zien en beleven, sowieso, het hele jaar door, maar al helemaal tijdens de Nationale Archeologiedagen. Ja, grote archeologieshow dus 15 juni. Ah, 15 juni. Zorg dat je erbij bent. 15 juni, ja. Zo, en ik sta weer in de binnentuin. Of ja, hoe noem je dit? Het was niet echt een tuin, hè? Zei Erik net. Vol met barakken en soldaten. Veel gezien hier. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van Castellum Hogewoerd gehoord, maar ik vind het zeker een bezoekje waard. En natuurlijk helemaal op die Nationale Archeologiedagen. Met de grote archeologie show. En alle verschillende extra tentoonstellingen en activiteiten die hier dan te doen zijn. Wat overigens niet alleen hier kan, maar echt in heel het land. Meer dan 100 locaties. Dus ik zou zeggen, kijk voor meer informatie bij de Nationale Archeologiedagen. Volg ook ons kanaal, Shot of Culture. En dan zie ik jou de volgende keer. Doei doei!